Leuk dat je luistert naar Pepper, voor een stevige oppepper op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Deze aflevering gaat over media en gaming, ofwel de gezonde samenleving. Je host voor vandaag is de man met peper- en zoutkleurig haar, Rob van Beek van Rom Utrecht Region. Uh, ja, welkom allemaal. Uh, ik ben er natuurlijk zoals altijd samen met mijn co-host uh, Jos Hummelen, ook van de ROM. Aanwezig. Uh, hi Jos, hi. En we nemen vandaag op vanuit Studio Connect bij de ROM Utrecht Region. Vandaag de gast is uh, Karen Sikema van het bedrijf Living Story. En uh, niet uh, onbelangrijk, auteur van het manage managementboek van het jaar 2023, Spelen werkt. Karen is een pionier als je kijkt naar wat we serious gaming noemen. Um, of gaming-based learning. Er zijn allerlei verschillende termen. Welkom, Karen. Fijn ja, dat je wel. er bent. Um, laten we eens even beginnen met jouw cv, Karen. Want ik krijg daar zweet van als ik dat zo <laughs> lees. Als ik alleen al kijk wat je de afgelopen vier jaar aan het doen bent. dan lees ik uh, los van, uh, van, je, van je vaste uh, werk en het schrijven mm -hmm. van managementboeken in, uh, in Living Story. De Wintertuin in Baren, ja. waar je net vertelde dat dat een hele drukke bezigheid is geweest. Waar onder andere een, een escape room zit. Het Barens Ondernemersnetwerk, De coöperatie Green Change. Bestuurslid bij Koninkl Koninklijke Horeca Nederland. Bestuurslid bij Let the Sunrise. Bestuurslid bij de Roeivereniging BWV. De AIM, ontwerper van de stichting Escher in Baren. En dan ook nog tijd om een boek te schrijven. En mijn vraag. Die, die dan met mij opkomt. Dus heb je ook nog wel eens tijd om lekker met je man en je kinderen in de tuin een glaasje wijn te drinken. Ja, ook nog wel, gelukkig. Nou, dat ja. is fijn om te horen. Hey, maar kun je, kun je op basis van die hele mooie lijst die daar ligt dus een beetje over jezelf vertellen? Zodat de mensen weten ja, met zeker. wie we zitten. Ja, want het ja. loopt ook heel erg uiteen, die dingen, voor mijn gevoel. Ja, dat lijkt zo. Maar van ik... roeien tot escher, ja. tot horeca, tot ja. gamen. Ja, nee, dat lijkt zo. Maar voor mij is er heel erg een, een rode draad in dat ik het... Heel erg leuk vindt om, om dingen te ontwerpen en te bedenken hoe iets beter moet. Um, dus dat doe je natuurlijk als, als bestuurder in een bestuur, probeer je dat te doen. Um, en daarnaast, um, uh, ja, doen we natuurlijk bij Living Story en ook in de Wintertuin, zijn we altijd bezig met ontwerpen en mooie dingen maken. Um, het liefst dragen we bij aan uh, dan ook maatschappelijke thema's uh, leren. Cultureel erfgoed, zoals in de wintertuin. Maar ja, ook de escape room daar past heel erg bij wat we bij Livingstory doen. Dus voor mij is de rode draad een soort uh, helder. Maar als je het zo voorleest, denk ik ook, oh, het is best veel. Ja, hè? ja want je komt uiteindelijk uit het onderwijs daarvoor, toch? Je hebt bij de HKU gezeten voordat ja, je ondernemer ik... werd, of? Nee, het, het was tegelijk. Dus ik gaf. Tegelijk, uh, ja, wat nieuw. Ja, ik gaf daar onder andere gastlessen. en ik heb uh, uh, bijgedragen aan onderwijsontwikkeling. Uh, maar ook op het gebied van uh, games en creatieve industrie. Dus uh, ik zie altijd wel die link met um, zeg maar creativiteit en ontwerp en um, ja, gaming en game based learning inzetten om iets beter te maken in de wereld. Dat en? is eigenlijk wat ik het liefste doe. Nou, dat is heel mooi. Hè? Maar hoe is dat ontstaan bij jou dan? Ja, het is wel uh, dat, 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 we doen dat eigenlijk al 18 jaar um, en we zijn. We is jij en je man, hè? Ja, ja, ja. we hebben samen het bedrijf. Uh, mijn man is er ooit mee begonnen. Die deed een uh, die 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 komt uit de theaterwereld. Um, en die was eigenlijk nou ja, die stond dan op een podium en dacht: die, goh, waarom doe ik al het werk? En zitten al deze mensen alleen maar stil naar mij te kijken. Hoe krijg ik het voor elkaar dat zij ook iets gaan doen? Hè? Dat, de dat de beleving meer interactief wordt en dat we zorgen dat mensen juist iets beleven omdat ze het zelf doen. Dus hij is toen spel en beleving daarmee gaan ontdekken. Um, ik werkte op dat moment uh, als consultant bij een adviesbureau. Uh, dus ik zat veel met groepen mensen onder, uh, onder systeemplafonnetjes. <laughs> en hij was ondertussen bezig spellen te maken. Hij deed ondertussen spellen maken en, en was vooral nou ja, als bedrijfsuitje daarmee bezig. Uh, maar op een gegeven moment was het effect dat hij aan het eind van de dag met een groep mensen uh, in het bos een schatzoektocht had gedaan, die we samen hadden bedacht. Um, en dus helemaal een soort juichend van de energie thuis kwam. En ik geprobeerd had mensen in een veranderd traject, uh, nou ja, in een soort zware sessies mee te nemen. Um, en op een gegeven moment dacht ik, nou, daar zit heel veel energie en bij mij niet zo. Dus, dus ja, laat, ik, laat ik kijken of ik daar uh, kan instappen. Dus toen zijn we samen verder gegaan. En toen zag ik eigenlijk al heel snel dat um, wat ik die mensen onder dat systeemplafonnetje probeerde te leren, dat ze dat in, in dat bos. Over samenwerking en communicatie, en wie neemt de leiding en wie niet, en wie doet het anders dan normaal, en dat soort dingen. Dat ze dat eigenlijk, ja, rennend door dat bos bijna vanzelf leerden, terwijl ik dat uh, in die zaaltjes niet voor elkaar kreeg. Dus uh, zodoende zijn we al heel snel begonnen met nadenken over: hé, hey, dat is interessant. Je kan dat spel dus heel goed gebruiken om mensen iets te leren. En hoe werkt dat dan eigenlijk? Mm -hmm. um, en toen waren daar nog niet zo heel veel mensen mee bezig, zeg maar 15, 16 jaar geleden. En dat is ondertussen gelukkig wel anders. Daar komen we zo denk ik nog uitgebreid op terug. Uh, toch even nog over uh, twee dingen van je cv. De, de coöperatie Green Change. Ja. En uh, let the sunrise. Er mm -hmm. zit ook een, uh, een wat maatschappelijker, nog maatschappelijker onderdeel in. Ja. Vertel daar eens wat over. Hoe, ja. Je komt daar niet zomaar terecht, toch? Nee, nou de coöperatie Green Change is een uh, samenwerkingsverband met een aantal ondernemers die um, werken aan duurzaamheid en, en grote transities in de wereld. En wij zijn daarbij betrokken geraakt omdat we daar in eerste instantie een soort ja, spelvorm voor hebben ontwikkeld die um, ja, allerlei stakeholders uh, in zo'n ingewikkeld proces van bijvoorbeeld energietransitie um, sneller op weg helpt om samen ambities te formuleren en, uh, en op pad te gaan. Um, en uiteindelijk vond ik dat zo interessant omdat we ja omdat je zo duidelijk kan zien dat je met wat je kan ontwerpen dan ook echt. ...aan zo'n traject kan bijdragen dat we toen uh, lid zijn geworden van de coöperatie... ...om daar dan ook verder mee te gaan. Dus we hebben zodoende nog een aantal andere werkvormen ook ontwikkeld uh, met elkaar. Um, dus daar zit ook juist die serious gaming component heel erg in. En um, Let the Sunrise is een iets ander initiatief. Uh, dat is uh, van goede vrienden van ons en dat is een uh, fonds... Um, uh, die uh, op zoek is naar uh, projecten in ontwikkelingslanden om te financieren, en dat gaat heel erg over ondernemende vrouwen helpen om een stapje verder te komen en daarmee ook hun kinderen meer kansen te geven. Mooi. Ja, zeker. Dan heb ik nog wel een tip voor je die ga ik je straks na de ja. na de podcast meegeven. Leuk, Goed. Graag. Um, even naar je boek, want. Dat ligt hier naast mij. Ja. En er staat ook geen broccoli op. Uh, alleen chocolade. Want het moet wel leuk blijven natuurlijk. Zeker. Helemaal eh, uh, niet gefopt worden. Dat is het geloof ik hè. Nee, dat is het. dat ja. je denkt dat je een hapje chocolade nemen, eigenlijk die gore groenten binnenkrijgt. Ja. Ja. Dus je krijgt alleen maar lekkernij binnen. Ja. Nou, het gaat heel erg over dat je, dat je het goed moet ontwerpen. Dat je moet zorgen dat mensen echt spelenderwijs leren en niet de indruk wekt dat je, dat je een spel gaat doen... maar ondertussen gewoon sommen moet maken of zo, dat soort... Uh, ja, Bij kindertjes ja. zie je dat, hè, over brokkeling gesproken. Ze houden ervan om met hun vingertjes met eten te spelen. En wij ja. willen ze zo snel mogelijk een mesje en een vorkje in hun handen douwen. Ja. Terwijl voor de ontwikkeling van een kind schijnt het heel goed te zijn... om dat juist niet te doen. Mag ik even een ja. algemene... Ik vind, ben getriggerd door wat je zegt, want ik heb een zoontje van één... sinds mm -hmm. een paar dagen. Ja? Uh, is die één. Leert, <laughs> ja. Voor de goede orde. En ik zie dus bij hem ook het alle leren is spel. Dus hij zit ook de hele tijd te gieren van het lachen. En het hoe komt het dat als we ouder worden, dat we serieuzer worden? En dat, dat, je, dat we net doen alsof je niks leert als, het geen, ja, als je er geen serieuze bek bij trekt. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet precies hoe dat komt. Um, ergens in de loop van de afgelopen honderd jaar of zo hebben we met z'n allen geleerd dat. Leren hoort zittend, luisterend schrijvend. naar iemand schrijvend, bloedserieus ja. te zijn. Um, en ik vind dat heel zonde, want we hebben dus met z'n allen afgeleerd dat leren heel leuk is. Hè? Als je de gemiddelde scholier op de middelbare school vraagt of ze leren leuk vinden, nou, dan, dan denk ik dat 100% zegt nee, leren is stom. En dat, hou, dat gevoel houden we eigenlijk de rest van ons leven. Terwijl mensen, nou, net, net, als, net als dieren, maar mensen ook jonge kinderen, je ziet. Het leren gaat het beste door te spelen mm -hmm. en ik weet niet zo goed waarom we dat afleren. Want ik merk want ook ik vind wel dat heel zonde. Ja. Ik ben ik ben wel iemand die graag uh, een beetje spielerij... Uh, een beetje beetje rebelleert ook wel als het te serieus wordt, een beetje lucht ja? erin probeert te brengen. Sommige mensen vinden dat natuurlijk heel irritant en terecht. Snap ik ook. Van jongens even nou even serieus, weet je wel, zeggen mensen dan. Terwijl dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Um, en misschien word je dan ook wel minder serieus genomen als jij de hele tijd Propageert van het moet fun zijn en uh, oké, okay, uh, in informatie oké, okay. maar in ieder geval infotainment, weet je wel zo. Ja. Dan word je, heb jij dat ook gemerkt? Als je, ja, zeker. ja, ja, ja zeker. We, het, het wordt de laatste jaren iets beter. Maar toen wij hiermee begonnen en ik bij serieuze bedrijven aankwam met, uh, nou, we hebben een nieuw soort training en is ja. spel gebaseerd. Nou, dan wisten ze echt niet hoe snel ze weer van me af moesten komen. Uh, want, want op de een of andere manier is dat toch. Nou, ja, nog steeds kom ik wel opdrachtgevers tegen die zeggen: nou, we gaan toch geen spelletje doen, dan, dan ja, daar kan ik Leidt echt af niet af mee van aankomen. Leidt wat we hier willen bereiken. Ja, ja. Dus ja. Daarom vind ik het extra briljant dat het niet, weet ik veel, leuk ja. boek van het jaar is, ja, maar, maar managementboek. Exact, het jaar. want dat ja, is ook. inderdaad het bruggetje. En ineens, dat had jij zelf, dat vertelde je net. Je zag dit niet echt aankomen dat het een managementboek nee. van het jaar was. Nee. hoe ging dat? Nee, proces? Um, ja, nou ja, goed. Uh, mensen vragen hoe wordt je managementboek? Maar het, het, het is eigenlijk een kwestie van je zet je boek op managementboek om te verkopen. <laughs> en dan is er een jury die selecteert uit al die boeken in, in eerste instantie een longlist. Nou, dat vond ik echt wel heel cool. Dacht ik, oh, dat is wel echt tof dat, dat zo'n soort onderwerp ook daarvoor werd uitgekozen. En dan gaat de jury alles heel zorgvuldig lezen. En dan maken ze een top vijf. En uiteindelijk dus, uh, dus de winnaar. Um, en ik heb later ook wel met mensen uit de jury gesproken, die zeiden, ja, het is, het is echt wel. Um, er zijn natuurlijk duizend boeken over leiderschap, en dat is heel erg nuttig en dat moeten we ook zeker zo houden. Maar ja, dit onderwerp uh, is, is echt wel steeds belangrijker, ook omdat um, ja, dat, dat, dat spelen, daar, daar, dat hebben we veel meer nodig. Um, dus ja, ik vind het wel bijzonder dat dit onderwerp nu managementboek is geworden. Want het laat wel zien dat ook in die managementwereld, zeg maar in die corporate wereld, mensen steeds meer daarnaar kijken. Ik wil even voorlezen wat de jury over je boek heeft geschreven. We vinden er zelf ook van alles van, maar we lezen even wat, wat de vakmensen ervan uh, van vinden. Kinderen leren door te spelen en managers stiekem ook. Bij veel organisaties staat innovatie hoog op de verlanglijst. Serieuze besprekingen en eindeloze vergaderingen zullen daar nauwelijks aan bijdragen. Wat wel werkt, leren met elkaar, openstaan voor experimenten en creativiteit, kortom, spelen. Ja. Nou, is die raak? Ja, helemaal eens. Ja, ik vind dat, uh, um, maar ik vind het echt wel bijzonder dat dat uh, nou ja, ook, ook op, op, zeg maar op dat niveau um, op die manier wordt opgepakt. Wat, wat, wat denk jij? Wat, je vindt zelf ook wat van je eigen boek, los van dat je het geschreven hebt. Hebben ze hem nou helemaal gepakt? Of staat er nog iets in waarvan je zegt. Nou, dat is echt wel, daar zit de kern. Als je um, dat voor elkaar krijgt, ja, kijk, um, nou daar zit de kern. Um, wat mij betreft doen we doen we alleen nog. Nee, niet alleen nog maar spelen, maar, maar veel meer spelen. Dus, dus dit is een mooi begin, denk ik. Um, de kern, wat mij betreft, is wel. Uh, laten we beginnen met, met kleine dingen. Want ook die saaie vergaderingen kan je al gewoon interessanter maken. door een keer wat anders te doen. En niet alleen maar met z'n allen te blijven zitten. Maar ik, ik zou heel graag in de loop van de tijd willen opschuiven. naar dat we veel meer. Uh, naar dat het spelen veel meer normaal wordt. Dus mm. dat je niet uh, zegt: Nou, oké, okay, we, we leuken de saaie vergadering een beetje op. met één of twee grappige werkvormen maar dat het eigenlijk andersom is, dus dat je dat 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 de standaard is dat dat we het in een soort spelvorm uh, gieten, die dingen, omdat we allemaal weten dat je daar beter van leert en mensen meer gemotiveerd zijn hun werk leuker vinden en dan dus auto, nou, bijna automatisch betere resultaten halen. Kun je, kun je dat eens concreet maken? Ik zit met uh, Rob, een hele saaie, saaie man en uh, nooit, <laughs> nooit in voor een lolletje. <laughs> in het, onder andere in het intelligence overleg. Mm -hmm. En dan, uh, nou, dan hebben we het over data en hoe we de slimste rom worden. Kun je eens aanreiken hoe we dat nou naast een effectieve vergadering ook een... Of niet naast eigenlijk. Mm -hmm. Juist door te spelen misschien wel een meer effectieve ja. vergadering maken. Mag ik daar nog wel even bij zeggen dat, wij, dat er over ons gezegd wordt... dat wij het team zijn waar het meest gelachen wordt? Oh, gelukkig. Ja, <laughs> gelukkig. Um, ja, kijk, ik, ik kan natuurlijk niet um, uh, on the spot de beste game nee. voor je verzinnen die, die je wil. Maar um, um, ik zou al beginnen met niet altijd gaan zitten... Uh, omdat het heel erg helpt dat mensen gewoon staan en op een andere manier om elkaar heen bewegen. En mm -hmm. ook, ook lopend dingen doen. Uh, wat we bijvoorbeeld voor Green Change hebben gemaakt is een werkvorm waarbij we um, mensen. Uh, nou ja, dat zijn stakeholders, um, partijen in grote projecten rondom duurzaamheid. En die willen allemaal iets in een project stoppen, maar ook er iets uithalen. En daar hebben we. Um, daar ligt op de vloer. Um, in het midden, zeg maar, het project met de ambitie en wat willen we met z'n allen bereiken en hoe gaan we dat doen. En dan heeft eigenlijk iedereen een soort bloemblad um, waar je op de punt staat. Um, en aan de ene kant van het bloemblad ligt, oké, okay, dit stop ik erin in dit project en dat kan bij iedereen wat anders zijn. En mm -hmm. dat is soms geld, maar ook soms mankracht of van alles. Mm -hmm. um, en daar op, de, op het andere blad ligt, wat haal je er dan uit? Um, voor een provincie kan dat bijvoorbeeld zijn, we dragen bij aan biodiversiteit in de regio. Dat kan een heel belangrijk doel zijn, um, wat misschien niet in eerste instantie uit dat project komt, maar wat waar, waar dat uiteindelijk wel aan bijdraagt. En op die manier maken we heel erg inzichtelijk wat iedereen erin en uit haalt en of dat in balans is. Hè? Bij, als we beginnen met die sessie, dan is er soms bij iemand, die haalt dan heel veel eruit, want dan denkt hij, oh ja, dat ook nog en dat ook. En dan blijkt dat hij er heel weinig in stopt. En dan kan je daar, omdat het zo zichtbaar is, uh, mensen zeggen ook over die methode, ja je kan je niet verstoppen. We mm. staan allemaal op die punt, we kijken elkaar in de ogen, we pakken dingetjes, we zijn actief. Um, en het wordt heel inzichtelijk hoe, hoe dit project gaat ja, werken. En concreet, um, want als je ja. met elkaar om een tafel zit en je, zegt, je maakt een rondje van wat stop je erin en wat haal je ja. eruit dan kun je dat een beetje omvloers uh, zeggen. Of je houdt precies. jezelf een beetje op de vlakte. Of je ja. zegt iets wat, wat eigenlijk niet waar uh, ja, is. Ja, en dus door dingen op die manier heel zichtbaar te maken... Ja, krijg je heel veel inzicht in hoe het voor iedereen werkt. En kun je ook veel makkelijker zeggen... oh, maar als jij er nou wat meer in stopt, dan kan ik daar wat doen. En dan, nou ja, zo laat je dat echt werken met elkaar. Leuk dat je dat zegt. Ik heb toevallig twee weken geleden nog uh, zo'n exercitie gedaan... bij wat een leuk. opleiding uh, van ja. Scale-Up Nation... Waar we ook moesten kijken, God, als, als uh, boardmember of als bestuurder, hoe gedraag je je? Hè? Wat, wat voor type rol speel je in welke ja. situaties? Dat was ook met zo'n zo afbeelding die op de vloer lag. En daardoor kreeg je ja, heel leuk. veel inzicht, merkte ik ook ja. echt, in hoe een ander en hoe jij ja. uh, in verschillende situaties ja. je tot elkaar verhoudt. En dat onthoud je ook beter, want Absoluut. je begint nu niet over een van de vergaderingen die wij hebben gehad. Nee, absoluut niet, want die zijn nee. zittend en uh, ik ja. hoor net dat we die vanaf uh, volgende week, uh, nou ja, na mijn vakantie <laughs> uh, uh, staand gaan doen. Ja. In ieder geval een aantal ja. keren. Ja. Nou ja, en ook als je het hebt over data en dat soort dingen, dat, dat het helpt heel erg als je dat visueel maakt. Dus je op de een of andere manier, um, we zijn ergens in de loop van, van de afgelopen X jaar. Um, zijn we allemaal heel uh, textueel en ja. cognitief. Ja. En weet je, op school gaat het ook over lezen en rekenen. Dat zijn ja, allemaal belangrijke dingen. Ja, uh, terwijl uh, voor heel veel mensen geldt: als je het visueel maakt en beeldend, dan begrijp je het veel beter. En als je dat samen doet, begrijp je het nog beter. Um, dus dat soort elementen moeten, moeten er veel meer in. Nou, dus het gaat eigenlijk over het weghalen van de weeffouten die we samen in onze manier van werk hebben gehaald. Ja. Dus is dan het volgende boek um, hoe je het echt helemaal kunt implementeren en hoe het draait als je werkt terwijl je speelt? Ja, wellicht, ja. Uh, en ik zou ook heel graag nog een keer het hele onderwijssysteem uh, veranderen. Want oh, ik vind mag ik je daarbij helpen? Ja, graag. Dat we gewoon op talent ja. gaan sturen in ja. plaats van op dat nou, iedereen dat dezelfde vakken moet ja. kennen. Ja. Ja, ja, dat. Ja, en ik vind het ook heel gek dat we nog steeds, uh, toen ik mijn kinderen naar de basisschool bracht... en nu naar de middelbare school, dat iedereen nog steeds in diezelfde rijtjes... Zo naar een docent zitten luisteren, ja, ja. dat is het. Ik dus, hey even over jou als ondernemer, hè? want dat is, ik, dat is ook wel iets wat, ik, wat we graag aan de andere ondernemers willen ja. meegeven. Dit doe je nou sinds 2005. Ik Kan ja. me niet voorstellen dat dat altijd uh, één grote jubeltocht is geweest. Nee, zeker niet. Vertel nee. eens over je meest leerzame moment waar je als ondernemer tegenaan liep in dit ja. hele traject. Um... Nou, ik denk dat, dat wat, wat voor mij heel leerzaam is, is dat je als ondernemer echt heel dichtbij moet blijven wat je zelf heel goed kan. Um, we hebben in de wintertuin net, nou daar zit een escape room in, die gaat over de verhalen en de geschiedenis van die locatie. Elixir. Elixir, ja. Um, over een professor uit de tijd dat het een botanische tuin was. Uh, en die, die is bezig het, uh, het elixir te maken, zodat mensen de eeuwige jeugd uh, kunnen verdienen. In baan, lieve mensen, ga in langs. In baan, ja. Uh, daar was een horeca-gelegenheid bij en dat hebben we nou ja, zelf opgezet, omdat je uh, dat nou eenmaal, als je begint, ga je dat zelf doen. Um, en het idee was dat dat zou worden overgenomen door iemand die verstand heeft van horeca, want dat hadden we natuurlijk eigenlijk niet echt. Uh, en mede door de corona is dat niet goed gegaan, dus hebben we, heb ik het toch ja, voor een heel groot deel zelf moeten managen. En dan merk je ook als ondernemer heel erg hoe... Um, ja, hoe lastig het wordt als je iets doet wat je best wel ingewikkeld vindt om te doen. Of wat niet heel dichtbij je ligt en hoeveel energie dat dan kost. Ja, schoen maken blijft bij je lezen. Ja, dat is echt belangrijk. Ja, ja dat is een beetje, ja. misschien een beetje de vet is als ondernemer. Dat je denkt, dit hoort erbij, ik doe het gewoon even. Ja. Want anders hoe komt moeilijk het niet tot stand. En, dan, ja. uh, en dan, nou ja, dan kom je er ja. toch vaak ja. achter dat je dit beter niet had kunnen doen. Nee, of door klopt. iemand anders had moeten ja, laten nee, doen. Ja. En ik zie ook altijd de kans. Hè, dan denk ik, oh, maar als we het nou ja. zo doen, dan lukt het wel. En het uiteindelijk lukt het ook, maar... Ja, je moet denken, toch als ondernemer heb je uiteindelijk alleen maar jezelf. Ja, plus je loopt erop leeg. Want ja, ik zie je, daarom... je ging net stralen ja. en nu kijk je weer een beetje van, nou, dat had ik misschien niet moeten doen. Ja. Nee, ja. ja, ik heb er heel veel van geleerd. Dat was fantastisch. En uh, uh, tegelijkertijd, uh, ja. Wat wij heel erg goed kunnen is, is die spellen ontwerpen en zorgen dat mensen daar iets van leren. Um, en een horeca managen is ontzettend leuk om te doen, maar het ligt daar best ver vandaan. Dus het is ook wel dat je die. die als je twee dingen doet die zo ver uit elkaar liggen in de energie en de dynamiek en wat er moet gebeuren, dat is ingewikkeld. Dus um, ja. ook al doe je heel veel, ik denk dat het belangrijk is dat alles wel, dat je een soort rode lijn hebt, dat alles bij elkaar past of dat je begrijpt van waaruit. Um, dat uit is welke bij jouw CV sowieso komt. onmogelijk. Jij hebt zelf die rode draad, wij vinden het nog steeds lastig, maar dat maakt niet uit. Ja. Uh, even, op, want je, je hebt het over: spelen werkt. Hè, het moet leuk zijn. Je moet, daar heb je andere vormen in. En tegelijkertijd ben je een serious gaming uh, bedrijf. Dat is ja. een beetje een contradictie in Ehm daar komt nog eens bij dat, dat wij in ieder geval vanuit de rom in onderzoek hebben gezien dat de Nederlandse overheid best wel veel aandacht heeft gehad voor ja. serious gaming. Last. Ook omdat daar dus het woord serious in ja, zit. Ik ja, ja, ja. een beetje terug. Ik vind de term ook niet zo heel prettig, maar het is nou eenmaal hoe we het met z'n allen noemen. En dan snappen mensen tenminste wat je doet. Ja. Althans, ondertussen. Want dat was tien, tien jaar geleden ook wel anders. Ja. Het impliceert dat een spelletjes maken geen serious gaming aan het ontwikkelen is. Ja. Terwijl, ik hoorde laatst nog dat uh, F16 of F35 piloten die een gaming-achtergrond hebben... veel sneller ja. de, de techniek ja. binnen zo'n uh, vliegtuig snappen. Ja, ja dat... Uh, Best serious. Ja, nee, zeker. Ja. Um, dus moeten we het gewoon allemaal serious gaming... of gewoon allemaal gaming gaan noemen? Ja, misschien wel allemaal gaming. Kijk, wij, wij willen natuurlijk wel graag um, laten zien... dat wat wij aan games en spellen maken... Uh, bijdraagt aan... Nou ja, niet alleen maar fun en entertainment. Um, wij zeggen daarom zelf uh, game-based learning, omdat we vooral met leren bezig zijn. Maar hier, sorry, ik ben een beetje gemeen misschien, maar je zei ja. alleen maar fun en entertainment. Maar heeft dat ook niet een inherente waarde? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Want het is wel interessant dat um, een game is eigenlijk. Één grote leeromgeving. Ja. Dus iedereen die games speelt, die leert elke dag een heleboel. Want, ja. want anders kom je niet verder in die game. Dus nou ja, er zit ergens een limiet aan. Misschien. Ja, goed, op een gegeven moment <laughs> hou je op en dan begin je weer met een andere game. Maar ja, ja. alle games zijn eigenlijk één grote leersituatie. Um, het verschil, denk ik, met wat wij doen, is dat we van tevoren bedenken. Um, als we iets gaan ontwerpen, wat wil je hieruit leren? Um, en het dan op zo'n manier ontwerpen dat je dat dan ook leert. Um, dus dat is dan de Serious kant eraan. Ja, ik ga eerst met een opdrachtgever in gesprek om te bepalen, samen van hé, wat wil je dat jouw medewerkers eruit halen? Um, en dat ontwerpen we er dan in. En zo zijn natuurlijk entertainment games niet. Ja, die zijn natuurlijk um, ontworpen gewoon om zo gaaf mogelijk te zijn. Ja, misschien heeft dat woord serious ook wel een soort brugfunctie. Door de tijd heen gehad, van dat ja. je bij, niet bij zo'n corporate aanklopte. Met we hebben een game, maar we hebben een serious game. Ja. Mag ik nu wel uitpraten? Ja. Nee, dat klopt. En, en tegelijkertijd zijn er dus nog steeds opdrachtgevers die zeggen. Nou, ik vind het echt heel interessant en laten we het vooral gaan doen. Maar als we straks de sessies houden. Uh, want wij maken natuurlijk vooral fysieke spellen waar mensen echt ook in sessies samen dingen gaan doen en niet zozeer digitaal. Maar als we mensen straks voor de sessies komen, dan noemen we het geen spel. Want dan komt niet iedereen. Nee, precies. Ja, en als jij binnen die, binnen die spelletjesontwikkeling wereld... praat jij ook met andere bedrijven die daarmee bezig zijn? Ja, zeker. Uh, ook digitale partijen neem ik aan. Uh, we, we, ja. Tover is een heel mooi voorbeeld, ja, denk ik. Uh, ja. wat, wat voor gesprekken voeren jullie dan? Waar zit, waar zit dan de toekomst? Waar willen jullie naartoe met elkaar? Um... Ja, ik, ik denk dat we allemaal wel heel graag uh, de wereld willen verbeteren. En zorgen dat mensen gaan begrijpen dat. Um, enerzijds is het nog steeds, denk ik, zo dat als je het woord gaming zegt. dat ook heel veel mensen nog steeds denken aan. Um, ja, mijn 16-jarige puberjongen. die alleen maar op zijn zolderkamer zit te schreeuwen. en, en dus niet, niet aan het leren is. en, en geen vrienden heeft. En is, nou ja, ja. dat. Terwijl. Ja, als, als je veel games speelt of je zit in die wereld, dan weet je natuurlijk dat, dat mensen juist heel veel sociale contacten opdoen en ontzettend veel aan het leren zijn, maar dat die vorm gewoon heel anders is dan de mijn, ouders denken. Mijn zoon was een, uh, een uh, begnadigde Fortnite-speler en heeft Engels geleerd yeah. door Fortnite, yeah. want die zat met allerlei uh, figuren over de hele wereld te gamen. Yeah. En moest Engels praten. Ja. En op een gegeven moment komt hij beneden en hij praat Engels. Ja. En wij hadden dat helemaal niet zo in de gaten. Ik had precies hetzelfde. Mijn zoon is elf, maar die spreekt echt, echt heel goed Engels. Uh, dat, ja, Hij haalt op school ook hele goede cijfers voor Engels. Uh, het is echt heel grappig dat je dat. Um, nou ja, dat, dat sowieso gaat het daar heel erg over. Hè? Dat over dat beeld van wat mensen nog van gaming hebben. Um, en dat je al die elementen die in die game zitten. Nou ja, zo goed zou kunnen gebruiken. Ik denk dat iedereen in deze industrie wel ziet. Oh, maar als we dat nou uh, op deze gaming manier zouden doen. Of dat. Of, of, of het onderwijs. Of. Uh, Mag nou ik ja. even zo arrogant zijn om aan te vullen? Want ik heb heel ja. lang voor de klas gestaan. Ja. En uh, ik gaf dan adeskunde meester Of maatschappijleer. En dan was ik zo. Uh, nou, uh, had ik een flashy powerpointje gemaakt. Waar wat beweegt en zo. Prima. Maar zodra je. Echt de minimale soort competitie-elementje of uh, puzzel-elementje of challenge-ding doet in groepjes of individueel, gaan kinderen gewoon aan. Het is ja. ongelooflijk. En het kan, ik wou maar eventjes een soort van aanvullen voor de luisteraar die misschien denkt van jeetje, mm -hmm. moet ik dat dan uren gaan voorbereiden in zo'n sessie? Nee. Maar het kan echt al, uh, ik had vaak dan zo'n rode knop mee. En dan liet ik ze op dezelfde afstand van die rode knop. En als ze het antwoord wisten, dan moesten ze daarheen door de klas ja, rennen. Dat is toch altijd gek? Ja, ja, en dan als mijn teamleider binnenkwam, moest ik even wat, misschien wat uitleggen. Omdat het enigszins chaotisch over zou kunnen komen. Ik heb in ieder geval niks niet meer in het onderwijs, ja. helaas. Dan. <laughs> maar uh, ja, ja, lachen toch? En, uh, en ja, dan, dan willen ze het weten. En dan balen ze dus als ze die vlag of die ja. hoofdstad of het antwoord op die. Geografische vraag niet, niet weten, terwijl anders ja. boeit het ze niet echt. Nou ja, en het interessante is, is dat als iemand aan is, ja. dan leert hij dus automatisch veel meer. Dus wat ik niet zo goed begrijp, is dat we niet in het onderwijs of in een bedrijfstraining als eerste proberen mensen aan te krijgen. Omdat als je in die aanstand staat, dan leer je vanzelf. Terwijl als je achterover gezakt, uh, uh, half luisterend uh, en wegdromend, je natuurlijk helemaal niks. Zo erop nu eigenlijk. <laughs> Zoals ik, ik zit het is voor de luisteraar, zit uit de buiken achterover. Naar mijn uh, ontbijt, wat laat was. Het um, is een mooi bruggetje naar een blokje wat wij tijdens Pepper vaker draaien: dat is Peptalk. Ja. Uh, Jos heeft een WhatsApp-berichtje gekregen van een ondernemer. Uh, We bieden start-ups uh, de kans om ook tijdens deze podcast zichzelf ja. te presenteren in een minuut. En je gaat luisteren naar Chris Slotboom van Gaming at Work. En ik vraag jou zo, Karen, wat je, daar, wat je daarvan vindt. Leuk? Het is tijd voor Pep Talk. In deze rubriek geven start-ups hun oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk binnen één minuut. De tijd gaat nu in. Hey Jos. Ik zou graag even een casus met je bespreken als dat kan. Vorige week waren we namelijk bij een opdrachtgever en hadden we een grijze muis in het team. Je zou het niet verwachten, maar door te gamen ontpopte deze persoon zich tot een ware projectleider. Wij zijn Gaming at Work, de Gaming Culture Integrators en auteurs van de Decker Gaming Skills Overview. Laat ik je dat even uitleggen, want met onze oplossingen laten we medewerkers van bedrijven en van onderwijs persoonlijke vaardigheden van de 21e eeuw ontwikkelen door middel van games. We zien namelijk dat er bij bedrijven en educatie een steeds grotere behoefte ontstaat aan onder andere kritische. Denken, maar ook aan computervaardigheden en mediawijsheid. Dus stel je nou eens voor dat gamen je helpt om 21e eeuwse vaardigheden en soft skills te ontwikkelen. Wat zou dan de eerste vaardigheid moeten zijn waarin een bedrijf moet investeren. om toekomstbestendig te blijven? Ik hoor het graag. Nou, dat is een mooie boodschap van Chris. Karin, jij mag uh, antwoord geven. Wat is de eerste vaardigheid waar een bedrijf in moet investeren? Ja, die, die leggen we nou even lekker bij. Ja, jou neer. nee, dat is een specifiek ik denk over. over die 21st century ja, skills. Ja. Nou ja, het is, het, is, het is misschien niet helemaal het antwoord wat je zoekt, maar ik zou zeggen: uh, uh, gamen in zijn algemeenheid. Ik bedoel, als je iedereen laat gamen op de een of andere manier, dan leren ze al die vaardigheden vanzelf. Oké. Okay. Als in uh, dat je weet hoe een console werkt, of dat, hoe Steam werkt, of. Meer, meer in de zin van uh, in de game zelf. De meeste games zijn. Uh, nou, je, je doet sowieso natuurlijk je digitale vaardigheden heel erg uh, in ja, de plus. Die zat bij um, mij ook top of mind. Ja, digitale ja, vaardigheden ontwikkeling. Nou, die, die is al check. Ja. Um, en de meeste games gaan natuurlijk heel erg over dat je samen met anderen iets moet doen. Dat je op een andere manier naar de dingen kijkt. Omdat je iets moet oplossen. Um, je moet altijd. Iets vinden wat je moet doen, of wat je moet oplossen, waar je heen moet, met wie je dat voor elkaar krijgt, wat je daarvoor nodig hebt. Dus uh, als je gamet, ja leer je heel veel van die dingen eigenlijk ja. spelenderwijs. Dus de, je, je benadrukt de inherente waarde van het game op zich al. Ja. Onafhankelijk van welke game het is. Of wat, moet het digitaal zijn dan? Nou, wat mij betreft hoeft dat niet. Nee. Uh, maar als je daar ook, ook de digitale skills mee wil verbeteren, dan is dat denk ik een goed idee. Je hij... ziet in die, in die, in die uh, escape rooms die jullie ontwikkelen, onder andere ook een crossover tussen uh, uh, real life en digitaal ontstaan. Hè? Met ja, klopt. Ja, ja, we hebben. het is een beetje verschillend. Um, bij de escape room in de wintertuin uh, uh, willen we graag de suggestie wekken dat je teruggaat naar de jaren twintig van de vorige eeuw. Dus daar zitten niet echt digitale dingen in, want dat kan natuurlijk niet. Tussen die ene um, en die andere oorlog. Ja, precies. Ja. Die. Gezellig, um, gezellige tijd. Maar we doen. Um, ook wel veel uh, uh, nou, hybride games of dingen waarbij je wel die iPad nodig hebt of een chatbot tegenkomt of dat soort dingen. Uh, en tegelijkertijd, tegelijkertijd geloof ik heel erg in dat mensen heel erg goed leren als ze samenwerken en ook samen in één ruimte zijn en samen bezig zijn met iets ontdekken of uitvinden. Of, uh, het is een mooie nou ja, brug naar, naar je bedrijf, Living mm -hmm. Story. Uh, voor de luisteraar, even in het kort, wat doen jullie nou allemaal? Um, ja, wij, wij maken um, serious games of game-based learning. Um, Wat is het verschil? Ja, ik, ik, vind, ik vind de discussie over... Als ik je zo uh, beluister, is er geen verschil? Ik vind er niet zo'n verschil. Um, ik zeg het liefst game-based learning, omdat dan dat serious game-stukje, of dat serious er niet per se uh, in zit. Um, ja, mensen zeggen ook applied games of gamification. Nou, gamification is vaak nog iets, iets verder bij een, bij een helemaal ontworpen ding vandaan. Um, wij ontwerpen het liefst een hele ervaring. Um, op we doen dat op maat gemaakt voor, uh, voor opdrachtgevers. En we doen dat enerzijds voor bedrijven die hun medewerkers iets willen leren. Of voor het onderwijs um, waar natuurlijk studenten iets moeten leren. Um, en anderzijds voor um, ja, locaties, musea en cultureel erfgoed. Die hun bezoekers verhalen willen vertellen. Um, en we zijn altijd op zoek naar de meest interactieve. En een goede manier om dat, uh, om dat te doen. Storytelling dus. Ja. Um, dat is de basis van een goede game, denk ik, of ja, niet? Zeker. Ja, zeker. Het doen is jullie niet dat? voor niks. Uh, de eerste stap. De eerste stap in ons model is dat je um, natuurlijk bedenkt, wat moeten mensen hier uithalen? Wat zijn zeg maar de leerdoelen? En we, we beginnen eigenlijk dan altijd eerst met een, met een goede epic story. Dus we gaan ons dan verdiepen in de doelgroep. Um, Kijken van, goh, wat spreekt mensen aan? Wat is binnen hun belevingswereld? Maar wel net buiten de context waarin ze zich het allermeest comfortabel voelen. Want je moet mensen wel een beetje uh, oprekken. Ja, de zone maar, van iets, een naaste uh, ontwikkeling, ja, toch? Precies, ja, precies. Um, gesproken als een ware docent. Ja, he? ja. <laughs> het kwam even boven, sorry. <laughs> ja. modelletje kwam in je hoofd. Ja, precies. Ja, ja, die zit daar inderdaad ook nog ergens in. Um, en dat doet enerzijds echt iets met de speler. Hè? Want als je in een verhaal stapt, um, ja, we houden natuurlijk allemaal heel erg van verhalen, dus mensen gaan daar heel erg snel op aan. Dus dan voelen ze zich al gemotiveerd om nou ja, bij te dragen aan dat verhaal. En het geeft je als ontwerper ook heel veel cadeau. Dus als je zegt, nou we doen het, we doen iets over piraten. Um, ja, dan, dan, dan krijg je al heel veel. Hè? Want bij piraten denk je meteen aan uh, schepen en schatkaarten en papegaaien en kanonnen en weet ik veel wat niet. En Jack al Sparrow. Die, nou ja, bijvoorbeeld. Al die dingen kan je iets mee in het spel. Um, en je kan op die manier ook heel goed zorgen dat alles met elkaar klopt. Um, dus dat het hele concept klopt en er geen gekke dingen in zitten die, die niet bij het verhaal horen. En het doet ook, weet je, als ik tegen jou zeg je bent Jack Sparrow, dan weet je ook meteen. Hoe je nou ja. moet gedragen. Ja, dan heb je daar een soort beeld bij. Dus het geeft ook mensen op die manier in het spel een referentiekader. En wat we ook nog altijd proberen is dat, er, nou ja, dat we uit dat verhaal zeg maar termen en dingen halen, zodat mensen daarna nog, nog weer kunnen refereren daaraan. Dus zodat ze, als je dan over drie weken weer in die vergadering kan zitten of zit, dat je dan kan zeggen: oh, je doet weer Jack Sparrow, zo. En dan weet jij: oh ja, dat is dit gedrag <laughs> en dat, dat was wel de bedoeling of juist niet. Of het is makkelijker feedback geven ook op elkaar. Ja. Dan dan die taal. Ja, ja. Heb je hebt wel twee slachtoffers tegenover je zitten. met <laughs> Jos en mij, die daar heel erg van houden, denk ik hoor. Dus uh, ja. wij spelen met mijn hele gezin heel vaak uh, ook escape rooms. Ja, tof. Dus wij gaan overal naartoe om weer nieuwe dingen te proberen. Dus, dus, dus het is ik leuk om te doen. Dus samen. je vraag is ook, denk ik, hoe krijg je nou mensen mee die daar van nature wat minder uh, ja. toe geneigd zijn? Ja, ja nou, het, het is toch um, dat, dat verhaal doet dan heel veel. Um, zeker als je met groepen mensen dingen gaat doen, zit er natuurlijk toch ook wel iets in een soort sociale verwachting. Hè? Ik bedoel, mensen, als iedereen gaat, nou dan ga jij dan ja, al eens schoorvoetend toch ook maar. Ja. En dan uiteindelijk blijkt het leuk en leerzaam te zijn. Uiteindelijk blijkt het heel leuk te zijn. Um, en wat we, waar we heel erg naar op zoek zijn, is zorgen dat er voor iedereen iets in zit en dat je dus een soort makkelijke instap maakt met iets, dus een soort onboarding in het spel. Iets maakt waarvan eigenlijk iedereen om tafel denkt, oh ja, wacht, dit, dit kan ik wel. Oké, okay, nou, vooruit dan. Nou, uh. En dan je, gebeurt er iets, je krijgt in een game natuurlijk heel lekker, um, heel, heel goede feedback, hè, want, want zo zit een game natuurlijk in elkaar, dat je, je krijgt vaak veel meer feedback direct dan als je gewoon maar uh, om tafel zit te vergaderen. Um, en dan, nou, ja, dan gaat toch dat, dat beloningssysteem een beetje aan. Denk je, oh wacht, oh dit heb succesje. Oh mm. leuk. Nou, en zo, en zo trek je mensen er echt. Hij ja, iedereen maar, wel in. Maar toch, ik ben nog, toch nog een beetje sceptisch. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, ik geef bijvoorbeeld de workshop theatersport. Ken je theatersport? Mm -hmm. Dus dat is theater Zeker. vanuit het niets. Hè? Dus je bereidt ja. niet een heel script voor en gaat het dan uitspelen. Maar je bedenkt het ter plekke. Een soort ja. de lama's. En als ik uh, die workshop geef... Dat doe ik nu uh, weet ik veel, al 13 jaar of zo. Dan ja. is het altijd aan het begin van het jaar of aan het eind van het jaar. Of in een of andere projectweek of zo. Ja. Want dan hebben we even leuk gedaan met z'n allen. Of... In het beste geval hebben we elkaar leren kennen en een beetje die creatieve vaardigheden. Maar het is nooit echt onderdeel van het curriculum uh -huh. of dat we dat theatersport dus serieus nemen. Ik ja. Blijf een beetje hangen. Zou het op toch het leuker zijn als je dat wel uh, als dat wel een onderdeel was, toch? O, maar... ja, het... Ik ga jou de volgende ja. keer een zwaard geven tijdens ja. onze teammeeting ja. en dan mag jij tijdens ons gesprek als uh, piraat meedoen die challenge ga ik okay. uh, ja, ja. <laughs> toch te gek. gewoon eens ja. kijken wat er gebeurt. Ja. Ik ben gewoon, ja. ik, ik raak op dit moment heel benieuwd om uh, om uh, uit te vinden wat er dan uh, wat er dan gebeurt. Maar ja, uh, Jos, jij doelt op het feit dat we natuurlijk serieus met elkaar bezig zijn en denken dat één ja, dan een niet het, serieus als ding we het doen, oploft. dan wordt het een soort ding on the side of zo. Ja. Ja. En hoe ja, die echte integratie, hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja, dat is dat vind ik echt best wel een grote vraag, ja. want dat is daar zijn we nog, nog Echt wel wat stappen bij vandaan, denk ik. Um, wat we natuurlijk nu doen, maar dat is wel een grote stap sinds een jaar of tien geleden. Toen deden we natuurlijk in het bedrijfsleven helemaal niks hiermee. Um, ik denk dat nu de meeste bedrijven wel bereid zijn om, nou in ieder geval uh, één of twee keer per jaar, een dag te organiseren waarop we dan niet suf in een trainingszaaltje gaan zitten, maar dat als spel doen. Um, en we daarmee al merken van, oh hé, hey, dat... Oh, dat doet hij eigenlijk heel veel. Oh, dat is eigenlijk interessanter dan die, dan die training. Oh, mensen leren er eigenlijk veel meer van dan hoe we het vroeger deden. Oh, en die referentie die we, die we dan overhouden, die termen. Oh, die werken eigenlijk ook heel goed. Oh, misschien. En ik denk dat het dan op gaat schuiven. Um, ik zie al wel bedrijven die dan ook die termen die, die uit dat spel zijn gekomen, gewoon echt, echt in alle vergaderingen gaan gebruiken, zeg maar. Dus ja, ja ik denk dat we, dat we daar wel, wel langzaam naar opschuiven. Maar. Om je nu, nu te zeggen, nou wat hebben we daarvoor nodig? Ik heb het hele plan klaar liggen. Dat, uh, dat zou ik wel willen, maar die red ik nog even niet. Maar dit refereert wel naar wat ik op je site ook zie: de impact. Yeah, impact staat uh, een moeilijk woord, vind ik. Uh, wat is, nou, is bij jullie impact? Er staat een mooi cijfer wat oploopt: yeah. 386.000 volgens mij. Zoiets, yeah. wat, wat wil je daarmee? Wat, wat moet dat betekenen? Ja, jullie dat... willen een, aantal, een concreet aantal mensen bereiken. Ja, um, ons, ons impactcijfer zegt nu hoeveel mensen hebben er een spel gespeeld van Living Story. Um, en ja, wat is dan impact? Kijk, ik, ik hoop dat de impact daarvan is dat al die mensen die aan een van onze spellen hebben meegedaan... toch in ieder geval een beetje denken... oh, maar dat, is, dat werkt eigenlijk best goed en wat interessant en dat moeten we vaker doen. En dat het dan een soort olieflekt dat we ja, uiteindelijk dit effect bereiken. Ja. Ja, en je moet al iets tellen. Hè? Dus, uh, nou ja, nee, ja. dat is vanzelfsprekend. Vanzelfsprek. Maar ik vind, het wel, ik vind het wel heel tof dat we dus te maken hebben met een gamingbedrijf die een tapje heeft op de, webs op de website met impact. Of onze impact. Mm -hmm. Dat vind ik wel, ja, dat, dat stemt mij hoopvol. Ik zou <laughs> willen dat alle bedrijven binnen alle sectoren het kopje impact hebben. Ja. En natuurlijk is dat moeilijk te meten. En, maar in ieder geval dat je daarmee bezig bent. Dat, ja. dat dat impact maakt op mensen. Als het dan in ieder geval ook maar in het DNA van de organisatie zit. In plaats van dat het alleen een ja. uh, buzzword op de slide nee, is. Ja, ik denk dat dat wel relevant is. Ja. 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 hey uh, Karen, um, we gaan langzamerhand richting uh, de afsluiting van deze podcast. Maar ik heb nog een paar vraagjes voor je. Um, je weet dat wij vanuit de ROM hier in de regio aan het bouwen zijn aan een ecosysteem. Een innovatie-ecosysteem. Even voor ja. de luisteraar. Een ecosysteem zoals wij dat zien is een... Is een samenwerking tussen bedrijven, uh, kennisinstellingen en overheden om maatschappelijke opgaven samen op te lossen. Als je daar meer over wil weten, luister dan de eerste drie afleveringen. Dat, daar worden alle ecosystemen eventjes uh, benoemd. Die kun je inderdaad vinden binnen de Pepper Podcast. Um, maar wij werken eigenlijk binnen die media en gaming, dat media en ja. gaming ecosysteem, aan wat wij dan noemen de nieuwe digitale samenleving. Dat is een ja. samenleving, nog even voor de verduidelijking, waarin er. Waarin mensen weer veilig en vertrouwd met content kunnen omgaan. Waarin je weet dat je privacy op internet geborgd is. Prachtige doelstellingen waar ik onder andere mee mag, ja. uh, mag helpen. Daar ben ik heel trots op. Mijn vraag aan jou is, als we nou eens kijken naar de jongere generatie. Hoe kunnen we nou de inzet van games gebruiken? Want je hebt het ook over het veranderen van ja. het onderwijs, noem maar op. Uh, om ervoor te zorgen dat ze in een klimaat kunnen opgroeien... waarin ze content weer kunnen vertrouwen. Heb je daar gedachten over? Het is een uitdaging. Ja, vraag nee, om... ik, nee, ik heb daar zeker wel gedachten over. Um, kijk, ik denk dat sowieso voor de jongere generaties... Uh, gaming een hele mooie manier is om iets te leren. Omdat het een, ja, een, een mindset of een manier is... om met informatie om te gaan die zij heel erg gewend zijn. Plus ze doen het toch al? Ze doen het al, dus ze weten hoe het werkt. En, en ze weten ook dat je daar veel van leert. Dus als we daar een soort spelender wijs die leerdoelen in kunnen verwerken... denk ik dat dat heel erg goed gaat werken. Um, en dit is natuurlijk een mega belangrijk onderwerp... waar we, uh, waar we zelf ook wel mee bezig zijn. We zijn uh, samen met een partner, uh, de Stichting Digital Child Rights... ook bezig met, een, met het maken van een spel die heel erg gaat over digitale van, veiligheid. Van Peter, van Peter Take control. Ja, ja, precies. Um, dus... Ja, dat, daar gaat het nog heel erg over inzicht in. Hé, hey, als ik mijn data op internet ergens achterlaat, wat gebeurt er dan mee? Uh, wie doet daar iets mee? Wat is de privacy? Uh, hoe ga ik om met berichten die ik, die ik krijg die, um, nou, die helemaal niet zo prettig zijn? Dat soort dingen. Dus dat, dat zit nog heel erg op dat inzichtvlak. Uh, maar ik denk dat het daar begint. Waarom is dat zo belangrijk voor jou, Rob? Je werd in één keer heel serieus. Ja, serious gaming. Nee, dat heeft er gewoon, denk ik, met mijn persoonlijke uh, doel te maken dat ik een wereld wil creëren waarin ik zie dat mijn kinderen uh, ook in sociale kanalen veel veiliger en, uh, ja. en vertrouwd met content kunnen omgaan. Want dat ja. is wat mij betreft een van de belangrijkste democratische uitdagingen die we hebben. Je ziet er zoveel uh, dingen door fout ja. gaan nu. Nee, eens. En ik denk dat we dat met z'n allen heel ingewikkeld vinden omdat het... Zo snel is gegaan dat de, dat de meesten van ons die ontwikkeling echt helemaal niet kunnen bijhouden. Want het is nog een hele grote groep mensen die überhaupt niet met die digitale wereld is opgegroeid. Dus helemaal geen idee heeft uh, wat er allemaal gebeurt of kan gebeuren. Mm. Dus ik denk dat we daar echt wel een grote uitdaging hebben. Ja. Um, en dat, dat je daar. Ik denk dat dat zeker voor jongere generaties gaming een heel natuurlijke manier is om daar soort. Nou ja, bijna in te infiltreren omdat, omdat ze dat al doen. Mm -hmm. um, dus als je daar uh, een bijdrage aan kan leveren op die manier denk ik dat dat echt heel belangrijk is. Ja, mooi. Hey, en als je dan naar ons ecosysteem kijkt, daar zit je zelf ook uh, middenin. Uh, missen we dan nog een paar partijen. Zijn er partijen van je zegt. Nou, als je die eens erbij zou halen, dan zou het echt uh, hard gaan. Ja, goede vraag. Um, en en wat, wat wil je dan dat er hard gaat? Nou, dat we bijvoorbeeld kunnen versnellen of dat er al iemand is die een bepaalde techniek heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Waardoor we bijvoorbeeld, ik noem even, watermerken van content. Waardoor je altijd ja. de herkomst van content kunt uh, achterhalen. En je dus weet dat het geen fake news of, een, ja. uh, of iets anders is. Ja. ja, interessante vraag. Wat missen we dan? Um, ja, ik, ik denk dat we nog wel. Um, Mensen missen wat meer uit een soort uh, uh, mainstream of zo. Um, als je al in die media- en gamingwereld zit. ben je heel erg bewust hiervan. Dus dan weet je al dat dit, uh, dat dit aan de hand is en, en waar we naartoe bewegen. Um, maar ik merk heel erg dat er best een groot verschil is met nou, mensen in, in andere sectoren en in andere banen. die heel vaak geen idee hebben. Um, dus ik denk dat. Ik noem we... eens één een voorbeeld. Lukt dat? Uh, het is... Ik voel wel waar je naartoe wil, maar... Um, wil, wil je eigenlijk ik... zeggen, als je bij de NPO werkt in Hilversum, dan snap je dit. Maar als je bij de jaarbeurs of zo werkt, dan... Ja, misschien. Kijk, en dat is heel generaliserend natuurlijk. Maar ik denk, als je op dit moment in de zorg werkt, dan heb je heel, heel andere zorgen. Ja, um, ja. En dat geeft niet. Maar als we met z'n allen iets willen doen... We hebben natuurlijk allemaal kinderen in deze generaties waar we iets mee moeten. En ik denk dat de bewustwording um, van wat er allemaal gebeurt... Online dat we echt geen idee hebben, um, dat is wel behoorlijk peper in je podcast, <laughs> vind ik. <laughs> Ja, lekkere timing inderdaad, Jos. Nee, maar laten we daarmee afsluiten. Ik snap dat het lastig is. Het is uh, er is behoefte aan grote marktpartijen die nog niet in yeah. deze wereld zitten om die verbinding yeah. te maken. Toevallig is er wel een leuke aansluiting die dan wat minder op de kinderen gericht is. Maar die eh, bijvoorbeeld het UMC Utrecht heeft aangegeven ja, cool. dat ze heel graag in gesprek gaan met partijen die de datakluis uh, ontwikkelen. We proberen daarbij yeah. te helpen. En zij zeggen, want ja, we hebben 200 nog wat duizend bezoekers per jaar, ze ja. dus die al allemaal via een datakluis hun eigen data zouden kunnen laten wonen. Dan is eigenlijk de transitie naar het vervolg ja. ook alweer makkelijker vertaald. Ja. Is maar een voorbeeld. Ja. ja, maar als je inderdaad dat soort soort nou ja, zeg maar, entry points waar mensen in het dagelijks leven gewoon komen en die voor hun heel logisch zijn. En uh, als je op die, op dat soort plekken begint, zodat mensen niet denken, oh, er moet iets heel ingewikkelds nieuws in mijn leven of zo. Um, je moet op de een of andere manier zorgen dat iedereen het belang hiervan gaat zien. En, en ja, dat ook voor iedereen een soort makkelijke manier is om het op een andere manier te doen. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Mag ik jou en je man Michiel nog één keer feliciteren met het managementboek van het jaar. Uh, dat is natuurlijk hartstikke knap. Dank voor je wel voor dit mooie open gesprek. En aan de luisteraars, uh, we zien jullie uh, we horen jullie graag snel weer bij de volgende pepper. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Smaakt dit naar meer? Volg Pepper. Als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region, dot/utrecht, Utrecht Inc, Economic Board Utrecht en Rom Utrecht Region. Groei door met Rom Utrecht Region.